Vicepresident Ronnie Brunswijk en gezondheidsminister Amara Madin hebben het personeel van Marwina Ziekenhuis verzekerd dat zij hun salarissen voor de maand mei alsnog zullen ontvangen. Het personeel is vanmorgen naar het regeringsgebouw getogen om rekenschap te vragen over het uitblijven van lonen, maar ook om aandacht te vragen voor de situatie bij het ziekenhuis. Momenteel ontberen de cliënten specialistische zorg vanwege het feit dat de enige specialist die verbonden was aan het ziekenhuis, nu verbonden is aan het Wanica ziekenhuis. Ook willen wij dat de gezondheidszorg verbeterd, gegarandeerd en verzekerd is. Wij vragen dat er een algemene directeur zo spoedig mogelijk benoemd wordt, zodat de essentiële afdelingen, waaronder lab en apotheek, operationeel kunnen zijn. Momenteel heeft het ziekenhuis geen busvervoer. Wordt die oude bus gerepareerd of krijgt het ziekenhuis een nieuwe bus? Geacht in het verleden zijn er heel veel beloftes gedaan aan het personeel met betrekking tot operationalisatie van het ziekenhuis. Toch zijn we al een jaar verder en hebben niks daarvan waargenomen. Wij, het personeel van het streekziekenhuis Marwina, doen vanuit deze plaats een beroep op u om onze problemen serieus, als ik het weer mag benadrukken, serieus te nemen. Brunswijk zegt dat het personeel niet moet smeken voor hetgeen zij recht op heeft. Er moet gauw een aanpak komen in deze kwestie. En het kan niet, minister, dat deze mensen stiefmoedig behandeling krijgen. Ik was laatst naar Albina gegaan, alles in het donker. Ons ziekenhuis heeft geen backup. Dus als het stroomgoed, dat is maar die dungeru. En dat is ook niet goed, ik heb het ook met mijn eigen ogen gezien. Laatst was ik in Marwijn, wanneer was met samen met de minister was op werkbezoek. En één assistent van de minister is ziek geworden. Ze rennen naar daar, ze kunnen geen hulp vinden. We waren genoodzaakt zijn om die mevrouw naar Frans-Guyana te brengen, minister. Dus ik niet eens een spuitje kan die mevrouw krijgen, niks kunnen ze doen. We krijgen gewoon VP, we kunnen niks doen. Ik zeg maar, hoe kan dat? En die mevrouw die enkel bijna doodgaan. We moeten heel snel naar Frans-Guyana. En die Fransen hebben geholpen. 2 dagen daar gebleven is die mevrouw terug. Toevallig. Dus ik vraag aandacht, minister. Brunswijk zegt dat er al lang groen licht is gegeven voor de storting van de salarissen. Ramadin merkte op er direct werk van te maken dat de salarissen in orde zijn.